So I personally like to walk at night with this thing because it's a calming sound, but it also scares away the people. Concreet kijken we naar insecten als prooi en dan kijken we hoe dat verschillende predatoren meer van die prooien gaan vangen of net minder als er licht is 's nachts. Want licht heeft een grote invloed op biodiversiteit. Dat gaan we ook vanavond zien, want we gaan een wandeling doen door de stad waar dat we dus dieren gaan proberen spotten. Het is een beetje in het centrum Amsterdam, het is nog licht buiten, dus we gaan zien hoe goed het gaat. Insecten die gaan eigenlijk aangetrokken worden door het licht 's nachts. Dan heb je vleermuizen bijvoorbeeld, sommige soorten die daar gebruik van maken. Want dat is eigenlijk gewoon een vliegend buffet voor hun en die gaan dan rondcirkelen rond het licht. I hope we are lucky. When it gets a little bit darker, we can maybe see some bats. Dus we gaan op stap met een bat detector, dus die vangt ultrasoon geluid op van de vleermuizen. En per soort vleermuis maakt dat allemaal een ander geluid. En ik heb een fancy bat detector die het allemaal automatisch de soort herkent. Dus, ja, dat is wel een leuk snipje om mee op pad te gaan. So I personally like to walk at night with this thing because it's a calming sound, but it also scares away the people. So no crazy people coming to you because you're the crazy one. De nachten worden langer, dus dan is er langer effect van lichtvervuiling. Want normaal gezien zouden de dieren aanvoelen: ah, de dagen worden korter. We zijn in dit moment van het seizoen. We moeten dit soort gedrag gaan vertonen. En nu schuift dat allemaal op. There is again a common pipistrel flying here. Dus ja, heel die dag-nachtritme dat begint helemaal te veranderen, te verschuiven. Omdat organismen gewoon geen idee meer hebben welke tijd dat we leven. Al die temporele cues die zijn een beetje weg. En dat heeft dan wel effect.